aan de woorden van de Heer en van Paulus en bid onophoudelijk om eenheid en heelheid. Dat we elke dag opnieuw zoeken naar waar God zich laat vinden. God die zich laat vinden in elke mens die jouw hulp vraagt. Al was het maar dat je iemand over de weg helpt met zijn rollator, of al was het maar dat je naast iemand ging zitten om even te luisteren. God laat zich vinden in al die situaties, laat zich vinden ook wanneer wij in eenheid bidden. Samen werken aan een plaats waar je iets van de hemel kunt proeven, waar de eenheid tussen hemel en aarde, onze wereld en Gods wereld zichtbaar wordt. En we weten maar al te goed dat dat jammerlijk nog niet overal zo is. Het is echter hoopvol dat vele weldenkende mensen in onze kerken en kerkgenootschappen blijven werken en bidden. Zodat de droom van Jezus Christus, uitgesproken in zijn hoogpriesterlijk gebed, eens helemaal waar zal zijn. In de kiem is het wel. In principe belevend. Maar wat zal het mooi zijn, wereldwijd christenen samen kunnen komen op zijn dag rondom één tafel.